Vakantie, heerlijk. Even ontspannen, genieten en spelen. Lekker op het recreatiepark. Maar soms willen ook mensen die niet op vakantie zijn gebruik maken van het recreatiepark. Bijvoorbeeld Ellen. Ze is net gescheiden van haar man. Daarom heeft ze tijdelijk een ander huis nodig. Ze is verdrietig. Daarom zit ze binnen met de gordijnen dicht. Ze wil met niemand praten. Of familie Meijer. Ook zij hebben tijdelijk een ander huis nodig, want hun nieuwe huis wordt nog gebouwd. Daarom is familie Meijer nu druk met verhuizen en dingen regelen. Of Alexander, hij komt uit Polen. Hij is in Nederland om aan een groot bouwproject te werken. Daardoor moet Alexander elke ochtend vroeg op. Omdat deze mensen hier niet zijn om vakantie te vieren, verandert de sfeer. De sfeer van ontspanning en vakantie verandert in de sfeer van werken en wonen. En dat is juist niet de bedoeling van een recreatiepark. Het park verandert ingrijpend. Vakantiegangers voelen zich er steeds minder thuis. Hier willen ze geen vakantie meer vieren. Daarom mag je niet wonen in een vakantieverblijf. Een vakantieverblijf is bijvoorbeeld een chalet, stakerven of recreatiewoning. Die staan vaak op recreatieparken, maar soms ook los in de gemeente. Bent u daar niet als toerist? Maar bijvoorbeeld omdat u op zoek bent naar een nieuwe woning. of omdat het recreatieverblijf dicht bij uw werk is. dan woont u in het vakantieverblijf. Dat is niet toegestaan. Recreatieverblijven zijn dus alleen bedoeld voor vakantiegangers. Zo kunnen de vakantiegangers ook daadwerkelijk ontspannen, genieten en spelen. Wilt u meer informatie? Twijfelt u of uw situatie mag? Bel of mail de gemeente voor meer informatie.